ASML is een bedrijf, wij maken lithografie-systemen voor de semiconductor-industrie. We ontwikkelen die en we maken die. Lithografie-systemen zijn de systemen die de schakelingen printen van de chip. We hebben een aantal grote klanten, Intel, Samsung en TSMC. En waarschijnlijk zijn de elektronica die jullie gebruiken, zoals jullie iPhones en jullie Androids, hebben met hele grote waarschijnlijkheid chips daarin zitten die met onze machines gemaakt zijn. ASML is een bedrijf met een omzet van bijna 7 miljard in 2016. We hebben wereldwijd op dit moment iets meer dan 17.000 medewerkers. Technologie wordt steeds complexer. Dat betekent ook dat de posities die wij moeten invullen steeds complexer worden. Daarom recruteren wij wereldwijd. Dat doen niet alleen wij, dat doen alle toeleveranciers van ASML ook en ook de bedrijven in de regio. Wat wij ons afvragen en waar we heel graag met de studenten over gedachten willen wisselen, is voor welke nieuwe uitdagingen levert dat op voor het aantrekken van talent? Welke generatie zoeken we nou eigenlijk? Wat verwachten die van ons als werkgevers? Hoe bereiken we die mensen? Wij zitten niet op Instagram, wij zitten niet op Snapchat. Zij wel. En hoe bereik je die mensen? Ik zou de studenten graag willen uitnodigen om over deze vragen na te denken. En ik kijk erg uit om jullie persoonlijk te ontmoeten op 9 juni aanstaande.